Ja, we hebben nu een voorlopige uitslag. 8 van de 11 bureaus zijn geteld. We staan op 14 van de 25 zetels met opnieuw een mooie score voor Serie NV. Maar het is afwachten, want er zijn heel wat technische problemen. Er is één bureau dat moet herteld worden. En wat blijkt, al die stemmen moeten allemaal opnieuw ingevoerd worden. Dus het gaat laat worden, denk ik, zondagavond, alvorens we weten wat de definitieve uitslag in Kalmthout zal zijn. Voor mij staat de burgemeester, de nieuwe burgemeester van Stabroek. Hè? Jazeker, vanaf 1 januari ben ik de nieuwe burgemeester. En wij hopen daar voluit voor te gaan met heel onze ploeg van N-VA. N-VA heeft gigantisch veel meer stemmen gehaald dan vorige verkiezingen. Zeker en vast. De vorige keer zijn wij met 7 mensen opgekomen en hadden wij 2,6%. En wij zijn er de volle 7 jaar verder mee doorgegaan, dag na dag. En wij hebben nu zo'n monsterscore neergezet, wat ik zelf een onverhoopt succes vind. Ongelooflijk. Ja, 10 zetels, dat maakt dat jullie in coalitie moeten gaan. Met wie? Met de CD&V hebben wij zo pas afgesproken. Samen vormen wij een meerderheid van 15. Euforie voor CD&V Wust-Wezel. Ja, en heel veel opluchting, ja. Content met de uitslag? Absoluut. We verliezen 4%, maar we houden onze 13 zetels, de absolute meerderheid. Dus als we nu niet tevreden zouden zijn, dat zou niet kloppen. Ik hoop om zelfs goede besprekingen te hebben met de coalitiepartner om samen verder Essen te mogen besturen. Wat bedoelt u met die coalitiepartner? Wel, vorige legislatuur hebben wij bestuurd met SPA. Ik denk dat de kiezer vertrouwen heeft gegeven aan deze coalitie, dus SPA is voor mij de eerste keuze.